Ik hoop dat later alles uw goedkeuring zal verkrijgen. Maak u nergens ongerust over en trek u van de praatjes enzovoort. die ongetwijfeld volgen zullen, niets aan. Dag vader en Gerrit, mijn hartelijke groeten en tot spoedig weerziens. Uw liefhebbende Bernardus. Met de fonds van deze brief in 1995 werd een tipje van de sluier opgelicht, die hing over het geheime huwelijk in 1913 van Bernard van Dam en zijn geliefde Regina van Hoof. Tachtig jaar lang bleef er in Eerde, de geboorteplaats van Bernard en Regina... en waarschangen over dit huwelijk dat in Londen werd voltrokken. Het was een moedje, zo was het publieke geheim. Het was geheim in die zin dat het eigenlijk niet mocht van... De vader van Regina die was absoluut tegen een huwelijk. En dat blijkt uit uh, briefjes van een huisarts... die bevestigt dat de zus van Bernard niet is overleden aan een erfelijke ziekte. Maar in het kraambed, uit uh, een brief van een uh, advocatenkantoor... dat uh, Driekske, de smid, zijn dochter niet zou kunnen onterven. Dus Bernard... Uh, Regina hebben echt geprobeerd te trouwen, maar kregen absoluut die toestemming van haar vader niet. Mijn overgrootvader vond uh, dit briefje op een ochtend op zijn tafel. Beste vader en broer, hoogstwaarschijnlijk kom ik vanavond en voor eerst niet meer thuis. Ik ben met Dina meegegaan en daar wij thuis geen kans zien om getrouwd te komen, hoewel dit onze liefste wens is, zullen we proberen dit elders te doen. We hopen in ieder geval getrouwd terug te komen. En vandaar dat, ze, dat hij haar heeft uh, ge, ja, geschaakt, kun je zeggen. En hij, zij is met haar via Antwerpen naar Londen vertrokken. Wat natuurlijk echt uitzonderlijk is voor die tijd. Maar hij was een zeer erudiet en, en bereisd man. En heeft dat gewoon gedaan, heeft dat georganiseerd en heeft dat gedaan. En dat was in die tijd bijzonder. Deze gebeurtenis typeert dan ook de persoon Bernard van Dam, die als zoon van een middenstander als molenaar in het familiebedrijf aan het werk werd gezet. Maar zich al snel ontpopte als een wereldburger. Bernard van Dam was een bekende eerdernaar: hij was tekenaar, schrijver, journalist. En hij was, ik was twaalf toen hij overleed en ik heb nog leuke herinneringen aan hem. Ik weet bijvoorbeeld dat ik met, zijn, met mijn zus um, boven zijn tekenblok hing als wij uh, vroegen van opa, teken is een varken, teken is een koe, teken is een paard of teken ons een. En dan begon hij en wij waren vol bewondering. Maar we hadden natuurlijk niet in de gaten als kind dat hij toch wel zo bijzonder was. En dat hij zo bijzonder was, dat is op een gegeven ogenblik wel gebleken uit uh, de publicatie van een boek wat uitgebracht is door de heemkundekringers in Toederode over zijn werk in 1972. En met de uitgave van dit boek is het niet gebleven. Uit zijn nalatenschap is in 2020 een boekenserie met meer dan 3000 pagina's uitgegeven. Maar voor nu even terug naar hoe de vondst van een trommeltje... leidde tot de ontrafeling van het geheime huwelijk van Bernard en Regina... In 1995 eh, kwam mijn moeder met haar schoonzus een, een trommeltje tegen op het zolder van het ouderlijk huis. En in dat trommeltje dat bevatte brieven die eh, mijn opa geschreven heeft eh, op weg naar Londen, vanuit Londen. En daardoor werd eigenlijk pas duidelijk hoe dat hele geheim in elkaar gezeten heeft. En we hebben we dat naar de hand ...ja, toch eigenlijk helemaal kunnen ontrafelen. En dit geheime huwelijk heeft de Stichting Bernard van Dam openbaar gemaakt in een video... ...met de titel In publiek geheim ontrafeld. Het zal je maar gebeuren. Je bent smoorverliefd op elkaar en een van de ouders beweegt hemel en aarde om een huwelijk tegen te houden. Dit overkomt Bernard van Dam en Regina van Hoof. Bernard weet van geen wijken en trotseert de vader van Regina... Uiteindelijk schaakt hij zijn aanstaande bruid, ze reizen naar Engeland en trouwen in Londen. Het relaas van de reis en het huwelijk blijft binnen de eerste gemeenschap en de familie Van Dam 80 jaar een publiek geheim. Er wordt natuurlijk wel heimelijk over gesproken. Het huwelijk is tegen de uitdrukkelijke wil van vader Van Hoven afgesloten en het is een moedje. Bij de geboorte van hun eerste zoon Ben, op 1 november 1913. Blijkt dat Regina voor het huwelijk al in verwachting is. Natuurlijk spreekt het katholieke Eerde daar schande van. Lang nadat de hoofdrolspelers zijn overleden, komen de details van de huwelijksreis pas echt boven water. In 1995 wordt een klein trommeltje gevonden. Dat is al die jaren in het voormalig ouderlijk huis aan de kapelstraat in Eerde op Zolder verborgen geweest. Het trommeltje bevat brieven van Bernard aan zijn vader en zijn broer Gerrit. Hij schrijft ze voor en tijdens de huwelijksreis naar Londen. Er zit ook de officiële huwelijksakte in. Met behulp van deze documenten is het mogelijk om het publieke geheim uit het roddencircuit te halen en de werkelijke gang van zaken te reconstrueren. Voordat we het verhaal starten, vragen we u om u enigszins in te leven in de situatie van toen. Twee dorpsbewoners uit het piepkleine katholieke boerendorp Eerde gaan in 1913 in het geheim naar de wereldstad Londen om daar te trouwen. Tijdens hun verkering zijn Bernard en Regina bezig om van Vader van Hoofd toestemming te krijgen om te trouwen. Vader van Hoofd wil er niets van weten. Hij is er moordicus op tegen. Zoveel zelfs dat Bernard door van Hoof voor van alles en nog wat wordt uitgemaakt. Brieven uit 1911 die ook in het rommeltje zitten, bewijzen dat het er stevig aan toe gaat. Een advocaat schrijft dat Regina bij doorgaan van een huwelijk niet kan worden onterfd. Waarschijnlijk heeft vader van Hoof daarmee getreigd en is Bernard dat toen uit gaan zoeken. Er zit ook een notitie in van dokter Smulders, de huisarts van Bernard. Die verklaart dat er geen enkele reden bestaat het huwelijk vanwege Bernards gezondheid te ontraden. Zowel met het oog op hemzelf als op zijn eventuele kinderen. Een andere arts verklaart dat Anna van Dam, de overleden zus van Bernard, zeker niet is overleden aan een familieziekte. Dus vader van Hoof heeft zijn dochter verteld dat trouwen met Van Dam onverstandig is, omdat hij uit een zwak geslacht zou komen. Uit de briefteksten vanuit Londen blijkt ook dat Regina in de verkeringsperiode zelfs door haar vader wordt geslagen. Ja, de ouderlijke tucht was heel anders in die tijd. Het al dan niet onvermijdelijke gebeurt. Regina raakt in verwachting. Dat wordt begin maart bekend als haar menstruatie uitblijft. Het is onduidelijk of ze vader van Hoofd met dit nieuws heeft geconfronteerd. Mocht dat wel zo zijn, dan is dat voor hem in ieder geval geen aanleiding geweest om alsnog toestemming voor het huwelijk te geven. Er zal ongetwijfeld paniek zijn geweest. Ten einde raad gaan Bernard en Regina op zoek naar een mogelijkheid om toch te trouwen. Ze kiezen ervoor om dat in Engeland te doen. We gaan ervan uit dat Bernard hiervoor het initiatief heeft genomen. Op de pastoor na is hij immers de enige dorpeling die de Engelse en Franse taal machtig is. Bovendien is hij avontuurlijk genoeg om het aan te durven. In maart en april beramen ze een plan om aan de greep van vader van Hoofd te ontsnappen. De voorbereiding vindt in het diepste geheim plaats. Vriend Frans van Roesel, bakker in Schijndel, wordt in vertrouwen genomen. Voor zover we weten, is hij de enige die van het amoureuze plan op de hoogte wordt gesteld en om hulp wordt gevraagd. Hier is Frans in de jaren 30 te zien met familie en het bakkerijpersoneel. Ze zijn vastberaden om weg te komen en te trouwen. De brieven laten zien dat voor het vertrek, het verblijf en de trouwerij in Engeland nog niet geregeld zijn. Een gewaagd plan dus. Op vrijdag 11 of zaterdag 12 april schaakt Bernard zijn aanstaande bruid. Regina klimt in alle vroegte via een ladder uit het slaapkamerraam van haar ouderlijk huis. Ze nemen in alle vroegte, waarschijnlijk vanaf station Eerde, via Bokstel de trein naar Antwerpen. Op de keukentafel van Huizen van Dam laat Bernard een kort briefje achter voor zijn vader en broer Gerrit. Beste vader en broer. Hoogstwaarschijnlijk kom ik vanavond en voor eerst niet meer thuis. Ik ben met Dina meegegaan en daar we thuis geen kans zien om getrouwd te komen, hoewel dit onze liefste wens is, zullen we proberen dit elders te doen. We hopen in ieder geval getrouwd terug te komen. Maak u nergens ongerust over en trek u van de praatjes enzovoorts die ongetwijfeld volgen zullen, niets aan. In Antwerpen nemen ze hun intrek in Hotel de l'Andustrie. Ze sturen direct een telegram naar vader van Dam en broer Gerrit. In Antwerpen kopen ze een kaartje voor de boot en trein naar Londen. Ook doet Bernard een zorgvuldig voorbereide envelop aan vriend Frans op de post met daarin een aantal brieven voor de directe betrokkenen. Hij verzoekt Frans dringend om ze zo spoedig mogelijk bij de geadresseerde in de bus te stoppen. Waarschijnlijk ook bij de vader van Hoofd om hem te informeren. Die zal op zijn neus gekeken hebben. Naar we aannemen vertrekt het verliefde paar op zondag 13 april met de nachtboot naar Londen. Aankomst in Londen reizen ze meteen door naar het Nederlandse consulaat. Zeer waarschijnlijk zonder enige afspraak. Daar leggen ze de heer Maas, de toenmalige consul, hun situatie voor. Hij verzekert hen dat ze binnen een paar weken getrouwd kunnen zijn. Ook helpt de consul het stel aan een verblijfadres bij een Nederlandse familie. Gerbrand en Jeanette Noorda wonende aan 54 Albert Street. Met de Noorda's klikt het prima. Zij zijn later ook getuige bij het huwelijk in Londen. Hier een foto van Jeanette Noorda met de jonge Ben van Dam, gemaakt in 1916. Bernard en Regina zijn al in ondertrouw gegaan. Bernard correspondeert bijna dagelijks met de thuisfront. De vader van Bernard schrijft het stel onder andere dat vader van Hoof over zijn hart heeft gestreken en dat hij graag wil dat ze terugkomen om in Eerde te trouwen. Vader van Dam stelt het aanstaande paar voor om dat ook te doen. De reactie van Bernard en Regina is helder. We hebben met grote blijdschap vernomen dat vader van Hoof zo veranderd is. En wij kunnen ons voorstellen dat jullie allemaal daar ook even blij mee bent. Ik moet u echter en vooral ook namens Dina zeggen... dat wij de zaak in het geheel niet vertrouwen. Ik geloof goed dat Van over jullie alles heel mooi heeft voorgesteld. Maar je kent hem niet zoals wij hem kennen. Ons besluit, en dit moet je ons, beste vader, niet kwalijk nemen... staat vast... Dat we niet dan getrouwd terugkomen. Gerrit stuurt vanuit Eerde desgevraagd de trouwjurk van Regina en nog wat benodigdheden naar het stel. Daarvan is nog bewijs gevonden in het archief van het Nederlandse consulaat in Londen. Daaruit blijkt ook dat Gerrit op verzoek van het stel een paar dagen op bezoek komt. Hij reist met de Batavierlijn, de toenmalige veerdienst van Rotterdam naar Londen. Ze ontvangen ook een brief van de Prior der Kruisheren in Ude. Aangespoord door vader van Hoof die het stel maand om naar huis te komen. Bernard stuurt direct een afwijzend antwoord. Eén van de brieven bevat ook beschrijvingen van het drukke stadsleven in het centrum van Londen. De eerste indruk die de wereldstad op ons heeft gemaakt is eenvoudig overweldigend. Alles krioelt door elkaar. Alles heeft haast en het is een wonder dat je niet elke minuut een ongeluk ziet gebeuren. Op een ogenblik telden we tussen alle drukte in alleen een rij van 47 taxis vlak achter elkaar. We zijn dwars door de city gegaan per autobus, boven op de Imperial. Je gaat je hart vastzitten houden, zo kort als alles elkaar voorbij gaat, schiet, rolt vliegt en loopt. In tien minuten rijden zou ik kans zien om 20 maal van de ene autobus op de andere over te klimmen. Terwijl Regina met mevrouw Norda in het Londense centrum winkelt, struint Bernard door een arm deel van Londen en doet hij daar verslag van. Bernard etaleert zijn talent als scherpe observator. Hij beschrijft nauwkeurig en met humor de armoede en het troosteloze bestaan in zo'n achterstandswijk. De mindere vrouwen, werkvrouwen enzovoort, dragen hier petten. En over het algemeen wordt hier door de vrouwen ontzaggelijk gedronken. Hier ligt voor drangbestrijders een onoverkijkbaar veld open. En de arme kinderen die je hier ziet op straat, bar. Bovendien zijn de Engelsen vuil. Wat wil zeggen, niet zo netjes en zindelijk als in Holland. Het paar gaat ook langs bij de fotowinkel Biofix. Daar laten ze een, voor die tijd gewaagde, fotoserie maken. De foto's zijn in de vorm van een klein boekje aan elkaar geniet. Als je de fotootjes door je vingers laat flippen, dan ontstaat er een filmpje waarop Bernard zijn lieve Regina kust. Zie ook hoe Bernard haar met die kus verrast en hoe Regina daarna zo verliefd naar hem kijkt. In de tussentijd moet er nog van alles geregeld worden. Ze bereiden de ceremonie voor met de priester die hen zal trouwen. De priester vraagt echter ook om bewijzen dat het huwelijk in de kerk in Sint-Huirode is aangekondigd. Broer Gerrit krijgt daarvoor per post allerlei instructies. Ook vraagt het paar aan hem. Om de trouwjapon en Hollandse sigaren toe te sturen. Want de Engelse rommel is volgens Bernard te duur en niet te roken. En Bernard verzoekt vader en Gerrit om alvast een slaapplaats, een nestje, voor hen te regelen voor na hun terugkeer. Al was het maar op de hooizolder. Want ja, Regina is bij terugkeer immers getrouwd en wil niet meer naar haar kamertje thuis bij vader van Hoof. Dan moet het stel wachten tot uiteindelijk 1 mei. Ze trouwen die dag in de rooms-katholieke St. Aloysius-kapel. Daarbij zijn aanwezig trouwambtenaar Edwin Stevens van het district St. Pancras, de priester Timothy O'Doherty van de parochie en het echtpaar Norda als getuige. De plechtigheid duurt slechts 10 minuten. Schrijft Bernard dat ze zo snel als mogelijk na de plechtigheid weer terug naar Eerde willen. Waarschijnlijk nemen ze direct na de ceremonie de trein en boot terug. Volgens getuigenissen worden ze bij terugkeer in Eerde door Vader van Hoofd niet bepaald met open armen ontvangen. Hij ontmoet ze op straat, mobberend en met stemverheffing. Toch gaat het stel bij hem naar binnen. In september van 1913 volgen de officiële papieren vanuit Londen: de trouwakte en de gelegaliseerde Nederlandse vertaling. Omdat Zoon Ben op 1 november 1913 is geboren en het trouwboekje door de gemeente Sint-Oedenrode op 3 november is afgegeven, staat Zoon Ben al bij afgifte in het boekje opgenomen. Dat is in die tijd in burgerlijke zin een bijzonderheid en in katholieke zin een schande. De relatie met vader van Hoof is vrij snel daarna weer bijgelegd, en later trekt Van Hoof zelfs bij het gezin in. Hij woont bij hen tot aan zijn overlijden in 1929. Zie hier hoe trots hij met het jonge gezin van Bernard en Regina poseert. Ondanks dat deze affaire een gelukkig einde kent, blijven de exacte details lange tijd verborgen. Tot het bekende trommeltje in 1995 gevonden wordt. Dochter Joske, het toen nog enig levende kind, en schoondochter Stien zijn door de vondst geschokt. Ze overwegen om de spullen in de kachel te gooien. Maar de kleinkinderen kunnen dat gelukkig voorkomen. Want voor hen is de geschiedenis geen schandvlek. Integendeel, ze zijn juist enorm trots op hun grootvader Bernard van Dam. De man die zijn kwaadaardige schoonvader op bijzondere en avontuurlijke wijze trotseert en vol voor de liefde gaat. Het is ook een bewijs van het eigenzinnige karakter van Bernard, die geen angst heeft voor autoriteit en linksom of rechtsom zijn zin krijgt. Dit verhaal laat ook zien dat Bernard in staat is om te vergeten en te vergeven. Mooi man!